nieuwe tentoonstelling dan? Het wordt helaas nog wel eens vergeten. De belangrijke, cruciale rol die vrouwen hebben gespeeld in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben Joodse kinderen gered, ze zorgden voor onderduikers, ze hebben illegale bladen verspreid, spionage, sabotage en zo kan ik nog wel even doorgaan. En juist om die vrouwen een gezicht te geven, is er een nieuwe expositie van het Noord-Hollands Archief in de Janskerk in Haarlem. Er zijn heel veel vrouwen geweest die iets hebben gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar waarvan de verhalen eigenlijk heel erg onbekend zijn. Maar in deze ruimte zie je er al 135 en dat zijn er duizenden geweest. Hanni Schaft en de zussen Truus en Freddy Overstegen hebben zo'n 10 liquidaties op hun naam staan. Ja, de vrouwen die voerden van alles uit eigenlijk. Maar wat je vooral ziet is dat de vrouwen, ik zeg altijd, ze waren cruciaal in de infrastructuur van het verzet. Vrouwen werden niet verdacht of minder snel verdacht van het rondbrengen van wapens, van berichten. En ja, wat je toch wel raakt is dat die vrouwen zo lang niet zijn erkend of veel minder zijn erkend voor het werk wat ze hebben gedaan. Als het meisje met het rode haar groeit ze uit tot een symbool van het gewapend verzet. Ja, dan is het werkbezoek van prinses Beatrix aan Curaçao weer voorbij. Ze vliegt weer terug naar Nederland.